Als voormalig eiland in de Zuiderzee is Urk nog altijd een plek met tradities, vol met verhalen, vol met geschiedenis en een stevige erfgoedtraditie. Dat moet vooral zo blijven, want in het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal, zei Bilderdijk, de bekende dichter. Maar behalve erfgoed is ook het belang van kunst en cultuur in brede zin van grote waarde voor jong en oud. Want door cultuur, door literatuur, door kunst leren mensen hun gevoelens, hun gedachten, hun expressie te beleven en te delen met anderen. Door kunst en cultuur wordt het luik geopend naar een andere wereld, groter of verder dan alleen Urk. En in de kunst en cultuur worden die verhalen verteld, getekend, geschilderd, gespeeld. Kortom, dat verdient meer steun van de gemeente Urk.